Dag Demi. Hallo. Je hebt vandaag de eerste wedstrijd gespeeld op baan 8. Maar je hebt die al eerder gespeeld, hè? Ja, vertel klopt. Eens. Vroeger, toen ik klein was, ik denk 10 jaar geleden, toen speelde ik hier ook met mijn zusje. Vandaar dat ik vorig jaar speelde ik hier ook in Velp Tennis Europe. En toen herkende ik de club al en zo. Maar ik wist niet precies wanneer dat was, zeg maar. En wanneer is het ongeveer geweest? Want 3/4, dan was je 4, 5 jaar? Ja, denk het ook. Leuk. 6, 5. Kun je nog wat herinneren van die tijd? Ja, ik wist nog dat ik had gewonnen. En mijn zusje speelde ook mee. Oké. Okay. En je kwam helemaal uit Rotterdam? Ja, klopt. Dus heel eind. Weet je nog waarom jullie zo ver helemaal hierheen kwamen? Ja, mijn vader die reist altijd met ons mee naar het toernooien. En ook ver weg, soms in Groningen. Oké. Okay. Ja, overal. Hé, wat is je grote droom? Ja, om proftennister te worden. Oké, okay. En gaat het lukken, denk je? Lig je op schema? Als ik zo door blijf gaan. Oké, okay. En hoe heb je vanmorgen gespeeld? Ik heb eerste set 6-1 verloren door een schouderblessure. En daarna had ik 6-2 gewonnen. Oké, okay, nou hartstikke goed gespeeld. Hey, succes in je volgende wedstrijd. Bedankt. Dankjewel. Dag Demi.